Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Ben jij klaar voor het hybride kantoor? Nu we geleidelijk aan terugkeren naar kantoor, moeten we toch vaststellen dat we niet terugkeren naar wat we voor corona gewoon waren. In veel organisaties is het aantal werkplekken soms drastisch teruggeschroefd, waardoor het beheer van werkplekken, maar ook het beheer van vergaderzalen en bezoekers cruciaal is geworden. Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers frictieloos kunnen vergaderen als een deel van hen thuis en een ander deel van op kantoor wil aansluiten? In samenwerking met Iconocom. Econocom helpt bedrijven en organisaties met hun digitale transitie. En die hulp gaat breed. Van advies, technische ondersteuning en financiering tot cloud-oplossingen. Al bijna 50 jaar doet het Franse bedrijf met Belgische Roetstad en steeds met aandacht voor duurzaamheid. Met vestigingen in 16 landen is Econocom ook het enige bedrijf in Europa dat alle bedrijfsprocessen van aankoop, van apparatuur, services en financiering begeleidt. En ik ruik deze keer in het hoofd van Chris Kazier en Philip Hostens van BIS Econocom. Hoe bouwen we onze kantoren om naar een sociale ontmoetingshub? Zijn grote vergaderruimtes gedoemd om te verdwijnen? En hoe zorgen we dat vergaderingen dynamisch verlopen? En hoe ziet de toekomst van onze werkplek en van onze vergaderplek eruit? Ik heb heel veel vragen en ik krijg hopelijk ook heel veel antwoorden. Welkom, dag heren. Goedemiddag. Dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Amai en Koor. Voilà. <laughs> Welkom op, op de kantoorboot in Gent. Voor sommigen onder ons is dat een hele verre reis geweest. Ja. <laughs> maar blij dat je hier bent. Goed, we gaan, we gaan erin vliegen. Hè? Door toedoen van de coronapandemie is structureel telewerken ingeburgerd geraakt, waarbij op het hoogtepunt van de pandemie bijna 40% van de beroepsbevolking, en anders is dat gemiddeld 27%, tenminste één dag per week thuis werkte. Het is niet meer dan logisch dat telewerkers van hun werkgever eigenlijk verwachten dat die faciliteiten thuis daar dan ook op voorzien zijn. En nu dat dat structureel het geval is, en dat gaat hem zowel in het kader van productiviteit als ergonomie en welzijn, en dat vertelt zich ongetwijfeld hè, in een toename van producten die in de catalogus en werknemers wordt aangeboden in het kader van het cafetariaplan. Welke trends zien jullie zoal? Um, ja, ik, ik, ik zou in het algemeen durven stellen dat er uh, gigantisch veel keuzemogelijkheden zijn mm -hmm. uh, vandaag de dag. Uh, sinds twee jaar is alles in een stroomversnelling uh, gegaan. Dat gaat zowel over... Ja, software als hardware. Um, kijk ook maar naar teams die ja, op een enkele maanden tijd in volle pandemie enorm gegroeid is en, en een volwassen platform is geworden. Mm -hmm. uh, heel veel mensen zaten ook nog op... Uh, uh, organisaties zaten nog op Skype for Business. Yeah. Dat is allemaal enorm snel uh, omgeschakeld. Um, al die concurrentie, die competitie ook, is, is, ja, er zijn alleen maar winnaars door. Uh, iedereen wil de beste camera, wil de... Ja, de beste prijs-kwaliteit aanbieden. Um, dus dat is zowel voor onze klanten, voor ons als integrator uh, en ook voor de producenten eigenlijk een heel uh, interessant uh, klimaat waar we momenteel nog steeds in zitten. Um, ja, voor de thuiswerkplek, nu specifiek ook, uh, zijn er ook een aantal nieuwe devices uh, op de markt gekomen die we misschien niet hadden gezien of veel later hadden pas ontdekt. Mm -hmm. uh, gaande van ja, USB-apparaten uh, die u snel thuis. Met alles kunnen connecteren ja. uh, bluetooth devices die ook veel meer kunnen tegenwoordig dan vroeger mm -hmm. uh, dus je kan eigenlijk op maat uh, gaan winkelen als je organisatie en cafetariaplan biedt, kan je eigenlijk echt mooi gaan uitselecteren wat je belangrijk vindt, wat je prioriteiten zijn uh, ja oké okay. Maar de, de afgelopen twee jaar heeft ons wel geleerd dat het allemaal heel snel heel snel ja. gaat, dus het is, het is, het is enorm geëvolueerd en de mensen zijn ook verplicht geweest om mee te gaan in die flow. Ja, ja er was geen alternatief. Hè? Maar ook nee. de bedrijven zijn erin mee moeten gaan, want anders konden we onze werknemers ook niet mm -hmm. meer bereiken, omdat iedereen verplicht thuis moest zijn. Maar we moesten ze inderdaad wel de juiste tools geven om kwaliteitsvol en zo efficiënt mogelijk uh, te gaan werken. Dus we hebben ook uh, bij onze klanten een enquête georganiseerd mm -hmm. en we hebben wel vastgesteld dat bijna alle thuiswerkers uh, uitgerust zijn met die extra toebehoren om dat op een ja. professionele en efficiënte manier ja. te gaan doen. Ja. Ik denk daar aan een, een, een professionele webcamera, inclusief professionele microfonie met mm -hmm. echo-canceling, zodat dat de mensen die met elkaar vergaderen in teams of in Zoom, uh, ja, dat ook op zo'n hoog, hoog mogelijke kwalitatieve manier ja. gaan doen. Mm -hmm. um, in het begin zagen we ook dat, dat de mensen ook aan de keukentafel of aan de living, in de living aan, aan het werken waren. Mm -hmm. Dat is ook nu ondertussen allemaal aangepast en veranderd. En we zien nu ook meer en meer, ook in ons cafetariaplan, dat er gevraagd wordt naar ergonomie, mm -hmm. de, de juiste bureaustoel en ook het juiste bureau om een thuiskantoor te gaan inrichten. Ja, ja. Want het thuiswerken op zich is toch wel een blijver. Mm -hmm. En dat gaat zo blijven. Ja, ja. Ja, absoluut. Ik denk ook bij de meeste collega's rondom mij heb ik gemerkt, het eerste dat, ze, dat we nodig hadden was een extern scherm thuis. Mm -hmm. Op nummer twee was de bureaustoel, zodat je comfortabel kon werken. Ja. En daarna kwamen eigenlijk technologische snufjes, zodat je beter in beeld komt. Beter microfoon, betere ja. speakers. Mm -hmm. uh, maar die volgorde heb ik wel duidelijk gemerkt. Ja, ja. Uh, ja. Okay. Dus ja, toch die ergonomie. Hè. Tweede scherm en wel welzijn ja. is toch wel een heel belangrijke. Uh, ja. Um, ja. Ja, je beweegt ook veel minder als je thuis zit. En dat zie je ook op een stappenteller. Ja. Uh, dat is dat nog zeker. altijd pijnlijk. Uh, ja, ja. Daar moeten, ja. uh, moeten we nog iets aan, uh, aan doen, iets op vinden. <laughs> um, nu, het blijkt ook niet zo evident hè, om mensen terug naar kantoor te krijgen. Er zijn best wel wat nadelen naar remote samenwerken, maar medewerkers hebben ook heel wat voordelen aan ontdekt. Tijdswinst om er maar eentje te noemen, die files die, die er niet meer zijn, dus ook de stress die ermee gepaard ging, is weggevallen. Hoe richten we die kantooromgeving volgens jullie dan best in om mensen te stimuleren om dan terug naar daar te willen komen, ja. om het de moeite waard te maken? We stellen vast dat de reden om naar het kantoor te komen, is ook helemaal veranderd. Mm -hmm. uh, het, het echte administratieve kantoorwerk, bij ons spreken, ja, dat doen we het liefst thuis. Mm -hmm. Omdat we dat ook zo efficiënt en zo productief mogelijk kunnen doen. En dat we ook niet gestoord worden door collega's mm -hmm. uh, op kantoor. Uh, maar we zien dat, dat iedereen nood heeft aan interactie met die collega's, met diezelfde collega's. Dus wat, wat stellen we vast in de praktijk? Dat, dat mensen bewust naar kantoor komen om bepaalde projecten uh, samen te kunnen doen uh, en, en, en op die manier ook die interactie met die, met die collega's te kunnen hebben. Mm -hmm. uh, we stellen ook vast bijvoorbeeld dat, dat uh, meetings met een team of met een afdeling ook op kantoor gaan doorgaan, zodat we daar gezellig samen. Dat gezellig samen zijn kunnen, kunnen hebben. Mm -hmm. uh, want de afgelopen twee jaar hebben we die meetings ook allemaal online moeten gaan doen, maar dat was niet hetzelfde effect uiteindelijk dan wat we nu samen terug op kantoor kunnen doen. Mm -hmm. Dus we zien dat, dat de, 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 ja, de indeling van het kantoor mm -hmm. helemaal anders of helemaal anders aan het herzien is. Yeah. Uh, de vergaderzalen uh, worden helemaal aangepast, zodat we die interactie, die interactiviteit die efficiëntie uh, kunnen doorgebruiken door, door in, in, in het kantoor. Mm -hmm. Dus het is nu niet meer one way van, van een president of een CEO die een boodschap naar de hele organisatie... Nee, nee het, is, het is vooral die samenwerking die we moeten stimuleren mm -hmm. en eigenlijk de mensen bijna belonen om uh, op die manier naar het kantoor te komen. Ja, gaan. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk ook dat je dat niet kan forceren om, om mensen... Uh, Massaal terug naar kantoor te laten gaan. Uh, in mijn geval bepaalt mijn agenda eigenlijk 100% waar ik werk. Ja. Uh, dat kan zijn dat ik een week toch thuis werk omdat het nodig is, maar dat kan ook zijn dat ik twee weken bijna elke dag op, op kantoor ben. Uh, ja, en als je daar goed bij voelt, dan stijgt de productiviteit ook uh, mm -hmm. van zichzelf. Hè. Ja, ja. Uh, ja. Ook bijvoorbeeld een vaste teamdag inlassen zijn ook zo kleine hulpmiddelen voor ja, mensen voor die het moeilijk hebben om ja, toch. Ja. Te verplichten hè, tussen mm -hmm. aanhalingstekens naar kantoor te komen. Uh, want ja, interactie met je direct team is wel echt ja, noodzakelijk. Hè, dat... mm -hmm. Ja, dat is, wat, dat is wat je effectief regelmatig uh, hoort en ik betrapte mezelf er ook op. Het is best wel handig en van thuis uit en het is allemaal veel efficiënter. En, maar je mist wel een aantal zaken en als we willen dat de zaken gebeuren op een structurele manier, dan is productiviteit niet het enige, maar die cohesie, die samenwerking, dat uh, ja. je collega's echt kennen en je, je, je leert hen maar beter kennen voilà. tussen, tussen ja, de, ook, het werken. We zijn he? ook een projectmatig ja. bedrijf, dus het is mm. belangrijk ook dat je elkaar in de gang ziet aan het koffieapparaat ja. om eigenlijk toch snel, snel, vaak ja, dingen ja. te corrigeren of uh, te zinken. Mm -hmm. En dat is onbestaan als iedereen thuis uh, ja. aan zijn scherm zit. Klopt. Okay. Nu, uh, we zullen de manier hoe dat we ons kantoor gaan inrichten bijna moeten ja, heruitvinden eigenlijk. Hè. En, en ik heb een, een whitepaper van jullie gelezen. Jullie hebben er wel een paar uh, Dank geschreven. Je wel. Dankzij. Ja, ja, pas op, ik heb mij goed voorbereid. Uh, dat was een whitepaper naadloos vergaderen. En daar las ik dat organisaties ook een vergaderruimtes moeten ombouwen naar meer ja, een experience center. Maar dat is dan misschien niet de juiste omschrijving of dekt misschien de lading niet meer. Ik ben benieuwd wat jullie daar, daarmee bedoelen en hoe dat, hoe dat er dan uit moet zien qua faciliteiten. En is dat dan meer ook zo'n sociale ontmoetingshub? Moet ik dat zo zien? Of is het, was het er allemaal in? Ja. We zijn nu eigenlijk al, al, al een tijdje bezig met, met, met die oefening. Mm -hmm. omdat, we, omdat we een, een, een hele switch zien naar de type vergaderzaal. Mm -hmm. dus, dus, dus tot voor de pandemie, wat was de ideale vergaderzaal? Dat was één een monitor, een middeldrager, mm -hmm. een preker of een monitor, met één of twee... Ja, kabels, ja. HDMI of Vega, ja, of eventueel zelfs... En vroeger uh, was er zelfs soms vaak maar één van de twee. En als klop, je een probleem... <laughs> ja, dan had je connectiestukjes en... In het beste geval. Voilà. Um, <laughs> of zelfs uh, mm -hmm. een, een wireless, een draadloze ja, connectie. Ja, dat is maar dan had je mm -hmm. een computer die gewoon je beeld verzond yeah. of koppelde met die beelddrager. Wat zien we nu? Dat is eigenlijk een communicatieroom, zoals mm -hmm. we we zien nu een verschuiving naar dat we van die communicatierooms een collaboratieroomruimte gaan maken. Mm -hmm. Wat houdt dat in dat we eigenlijk uh, terug weer naar die interactie kunnen gaan, naar die, um, naar die efficiëntie kunnen gaan en ook dat de video alsmaar belangrijk wordt in die vergaderzaal. Mm -hmm. Dus de video en de audio en de perfecte microfonie wordt eigenlijk volledig geïntegreerd binnen dat communicatieroom, vandaar ja. dat je ook die. Vandaag dat je dat verschuift naar een collaboratieruimte. Ja, dat ja, is mooi van communicatie naar collaboratie. Ja, verraad. Ja, en ik denk ook aan, aan de, ja, de objecten die je ziet staan in een vergaderzaal, dat er ook wel dingen veranderd zijn. Um, de mensen van A AG Campus, die hier onlangs ook waren, mm -hmm. ja, die hebben uh, heel veel mobiele tafels, uh, mobiele standen met ook apparatuur op, die gewoon verrijdbaar is van ruimte tot ruimte. Mm -hmm. Dus afhankelijk van hoeveel mensen in de zaal zitten, kun je perfect... Ja, verschillende scenario's uh, uitstippelen. En onze apparatuur kan dus ook scenario's op een touchpanel laten terugkomen. Dus afhankelijk van wat dat je doet, heb je gewoon een preset om te zeggen vandaag is het zo in een deling, yeah. hebben we dat nodig? Uh, of ook een, een Microsoft Surface-hub op wieltjes, die je gewoon binnenrijdt waar dat nodig is. Dat zijn wel uh, mm -hmm. ja, dankbare... Uh, Evoluties, denk ik. Ja. Ja. ja, want als ik terugkijk naar wat hoe hoe dat ik het net zei, het, het is helaas nog realiteit in, in sommige plekken waar je komt, dat het effectief nog uh, meer de oldschool manier is. Nu, alle bedrijven zullen geleidelijk aan wel volgen, maar dat zelfs niet eens de basisapparatuur voorhanden is om mm -hmm. kabeltjes te gaan inplukken. Goh. In ieder geval, mensen. Gaan meer en meer verwachten, en de meesten verwachten dat eigenlijk nu al, om gewoon maar één druk op de knop geconnecteerd te zijn. En gelijk dat je zegt afhankelijk ja. wat je wilt doen, knop 1, 2, 3 of preset, zo verder. Nu, um, hardware is één ding, gebruiksgemak is even belangrijk. Zijn er daar zaken dat je nog, nog aanraadt? Of, of bepaalde zaken die jullie zien, hoe die, 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 die toekomst van vergaderen nog gaat uh, veranderen? Wat, wat mogen we nog verwachten van trends? Ja, wil wij hanteren daarin het, het, het zogenaamde plug and play. Uh -huh. principe, Dat betekent eigenlijk dat de vergadering eigenlijk al begint bij het uitnodigen van de mensen voor uw vergadering, okay. uh, maar tegelijkertijd ook mee uitnodigen van de vergaderzaal. Yeah. Dus dat we eigenlijk ook al die, die vergaderzaal mee uitnodigen in mijn, mijn, mijn agenda, yeah. zodanig dat als ik op die moment naar mijn vergadering, vergaderzaal toekom, uh -huh. dat eigenlijk het systeem al zit te wachten op... De start van mijn vergadering. En de, de vergader zal weten wat, wat, wat jij daar wie, komt doen? Wie en de mensen die moeten toekomen, waar, mm. over welk topic gaat het, welke features heb ik nodig in de ja. vergadering? Uh, en dan ga ik aan de hand van één druk op een paneel of op een, ja. op een, op een, op een drukknop, gaan we eigenlijk het, vo het volledige systeem automatisch gaan opstarten. Ja. Dat dus is echt play, play ja, ja. Ja, Schitterend. Ja. Dus dat is één trend. Een tweede trend is dat we zien dat we ook uh, adoptiefilmen gaan maken. Mm -hmm. voor grotere rollouts, outs zodanig dat de gebruiker eigenlijk een heel goed gevoel krijgt van oké, okay, welke features, welke zaken zijn hier aanwezig in die vergaderzaal, mm -hmm. uh, zodanig dat de mensen daar ook eigenlijk geen bang voor hebben om al die features ook interactief te gaan gebruiken. Ja, ja. ik kan me inbeelden dat er nog wel wat koud watervrees zal zijn, ook al worden mensen erover geïnformeerd. Ik denk nu niet aan de jongeren om even in clichés te praten, ja. maar ik ben ja. helaas geen jongere meer en ik betrap mezelf erop. Dat ik niet zo makkelijk op een knopje duw als ik niet zeker weet waarvoor ja, dat, dat dient. Daarom is het ook heel belangrijk dat in elke ruimte zoveel mogelijk dezelfde interface terugkomt. Ja. Um, vroeger had je, als ja, je op het polysysteem of had je Cisco of gebruik je Skype, mm -hmm. dat eigenlijk altijd een aparte ruimte nodig Terwijl als je nu bijvoorbeeld met Teams ook, er bestaan connectoren om, om toch ook met Webex te bellen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus je kunt eigenlijk met een, een, ja, een veel universeler systeem toch de volledige lading gaan dekken. En ja. uh, dat is ook wel een hele grote stap. Uh, vroeger hadden we echt dus een dedicated ruimte voor ja, Cisco, Skype. En dat is eigenlijk nu ja, echt wel een minderheid, een minderheid mm -hmm. van uh, klanten die nog zo werkt. Ja, ja. Ja. Dus op die manier, door er één universele interface van te maken, dan ga je mensen zoals mij helpen om die schrik wat te overwinnen. En dan weet ik van oké, okay, ondertussen ja. weet ja. ik eender waar dat ik ben. Dat dit daarvoor dient en dat ja, er dus dat op. Ik heb nu ook meer het gevoel dat de technologie echt uh, de ja. gebruiker helpt. Ja. Zoals Chris zei, die join-knop die klaar staat. Als je de ruimte binnenland, ja. Hebt. ja, iedereen kan op een knop duwen. Ja. Zodra dat mensen dat, dat voelen en merken, dan, uh, dan denken ze er ook niet meer bij na en gaat dat veel beter. Mm -hmm. ja. okay, iedereen is ook afgelopen twee jaar gedwongen geweest om ja, ja. met Zoom of met Teams te gaan werken. Ja. Dus, dus ze hadden ook geen keuze. En het is ook gelukt. Mm -hmm. En dat is ook het succes geweest nu van, van, ja. van, van Microsoft Teams, onder andere ja, iedereen is nu gewend om die tool ook actief te gaan ja, gebruiken. Ja. Ja. Oké, okay, helder. Uh, nu um, de transitie naar het hybride werken heeft, uh, heeft niet alleen impact op, uh, op de vergaderruimtes, het aantal vergaderruimtes, de inrichting daarvan, de voorzieningen, maar ook de inrichting van de werkplekken gaan we toch wel een stukje moeten heruitvinden. Ook hier ben ik natuurlijk heel benieuwd wat, wat daar de trends zijn die jullie, die jullie daarin zien en hoe we er volgens jullie best voor kunnen zorgen dat medewerkers zich ja, welkom voelen, dat ze, dat ze, dat ze hun, hun plek hè, daar vinden uh, op kantoor. Uh, ja, ik denk dat je ze vooral het gevoel van vrijheid moet geven. Mm -hmm. um, ja, zij, hebben de zij moeten de controle hebben om te kiezen in, in de eerste plaats waar ze werken, wanneer ze werken en met wie. Mm -hmm. um, dus het, het, het room- en deskbooking-platform, uh, zeg maar, dat is ja, nu voor ons een heel, uh, een heel groeiende, boeiende markt. Yeah. Uh, voor de pandemie was er eigenlijk niet zo heel veel vraag naar. Roombooking uiteraard wel, maar ja. echt het werkplek reserveren, dat is toch wel echt ontploft mm -hmm. uh, in het eerste jaar corona. Um, toen, toen waren de, de mogelijkheden ook nog eerder beperkt. Maar als je nu ziet wat hetzelfde, hetzelfde platform allemaal kan en nog in de pijplijn heeft zitten wat er allemaal nog wordt toegevoegd, ja, dan, dan zie je wel dat, er, dat de toekomst er toch wel uh, goed uitziet. Mm -hmm. uh, je kan bijvoorbeeld nu... Ja, ik kan nu kiezen via mijn gsm, via mijn computer, via een touchpanel aan de receptie, kan ik eigenlijk kiezen waar ik wil werken. Mm -hmm. Dus ik kan zoeken waar zit mijn collega. Uh, of ik kan juist luidruchtige collega's mijden. Als je weet van... Uh, okay, dat zijn collega's die kantoor. alle dagen alleen zitten, weten hoe laat dat is. Ja, ja. Voilà. Maar dus door, ja. door zo'n inzicht te bieden in uw kantoor, uh, ja, stimuleert je wel de mensen om, om toch een, uh, een, een ideale plek te gaan zoeken ja. uh, waar ze zich kunnen installeren. Um, ja, en, en de werkgever is ook, heeft ook uh, controle over heel veel factoren. Mm -hmm. uh, dus je kan ervoor kiezen dat, dat bepaalde bureaus uh, toch niet kunnen geboekt worden. Je kan bureaus uitschakelen, stel dat, er terug een, dat de cijfers, uh, de besmettingen mm -hmm. of zo terug oplopen. Of dat er een nieuw virus komt. Hè? Voilà. Hopelijk uh, Ja, houd vast al yeah. <laughs> uh, Dus ja. Er, er zijn, uh, het is een heel interessante markt die mm -hmm. voor ons ook nog relatief jong en nieuw is. Mm -hmm. uh, maar we voelen daar wel uh, ja, enorm veel uh, ja, druk ook van de fabrikanten, die zijn ook tegen elkaar aan het opboksen weer. Ja. En dat is voor iedereen uh, alleen maar goed nieuws. Ja. Ja. Maar dat... hoe, hoe. Sorry, ik onderbreek u, zegt u ja, maar. Hier ook ja. weer gebruik maken is cruciaal hier. Ja. Dus je mag niet, ook weer geen drempel moeten, moeten overbinden mm -hmm. om, om die tool te gaan gebruiken. Nee. Ja. Het is een app op je eigen smartphone ja. of het is een touchpaneel aan de receptie. Mm -hmm. Zodat dat je eigenlijk aan de hand van een plan van de verdieping uh, kan kiezen: van ah, mijn afdeling zit daar, daar zijn nog groene ja. blokken of een plaats vrij. Dus ik ga mij daar gaan plaatsnemen. Ja. Maar ik kan dan ook zien wie waar zit. Als ik bijvoorbeeld ja, ja. toekom, omdat je net zit, niet Nina, naast een luidtrechtige collega. Ah, wat ik dan interessant zou vinden, is dat dat systeem eigenlijk suggereert waar dat ik zou gaan zitten. Als ze weten dat kan, maar ja, dan gaan we misschien heel ja, ver. Mis maar een bepaald project, je zou beter bij iemand van marketing klopt. gaan zitten, ja, dan gaat het zo ver. Ze zijn kunnen. bezig ja. met algoritmes en zo. Ja. Om inderdaad zo'n dingen aan te voelen en te detecteren in de toekomst. Dus dat komt er zeker wel aan. Ja. Uh, ook gekoppeld met wayfinding. Stel ja. dat je ja, een multinational, verschillende kantoren. Mm -hmm. Je kent een bepaald kantoor niet goed. Uh, dat je ook met pijlen en een beetje in krijgt als je daar een bureau boekt. Dat je eigenlijk wordt begeleid. Dat je wegvindt. Weg ja, ja. Is wayfinding, zeg maar. Um, ja. En ook voor bezoekers, hè? uiteindelijk. Voilà, digitale Hetzelfde receptie. Verhaal, hebben we nog niet ja. echt over gepraat, maar ja. dat is ook iets dat heel... Uh, bij ons ook. We hebben nu ook een onbemande receptie. Ja. Mensen worden op voorhand uitgenodigd, krijgen een, een mailtje met een QR-code. En kunnen zich dan eigenlijk zelf uh, ja. aanmelden. Krijgen een textiel badgeprint uh, mm -hmm. opgespeld. En vervolgens krijg ik een sms en een mail dat mijn bezoeker... Uh, beneden staat. Ja. ja, maar die persoon wordt niet meer persoonlijk onthaald, de bezoeker. Dus die, die krijgt alle comfort en gemak en die gaat gegarandeerd zijn wegvinden. En de persoon met wie ik als bezoeker een afspraak heb, is verwittigd. Ja. Maar ik. Het sociale is niemand... aspect uh, ja. is wel minder, dat klopt. Ja, ja. 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 Ja, dat, dat, dat lijkt me iets. Ik ben heel benieuwd hoe dat, dat gaat evolueren. Want ik, ik, ik ga de naam niet noemen van het bedrijf waar dat mm -hmm. eigenlijk fantastisch geregeld was. Pre-corona. Ja, ja. Ik kwam binnen, maar daar zat dus effectief wel iemand. Ja. Dus wat doe ik? Ik ga naar die persoon. Een goedemiddag. En die wijst naar dat scherm. Oei. En die zei van u mag daar alles registreren. En dan dacht ik van zo. Welkom. <laughs> ja, en dan, ja ik denk dat ik iets verkeerd doe gewoon op enter duwen, oké okay, dan ja. dacht ik van, dat bedrijf heeft dus duidelijk, dus het is een, een fantastisch bedrijf, maar ik denk dat ik gewoon pech had misschien met de dame in kwesties, wat ja. maar dan dacht ik van, het idee is goed dat er eigenlijk iemand is als het fout loopt, of ja. gewoon om nog een goede dag te geven, die persoon kan ondersteunen op tal wel... van andere zaken maar daar liep het dus eigenlijk wel een beetje ja. fout ja. ik ben benieuwd hoe dat de toekomst uh, gaat evolueren, of dat we daar toch weer iemand gaan zetten of niet, maar het je kunt perfect je weg vinden. Een uh, ja. combinatie kan ook. Ja. Hè, een digitale receptie waar dat iemand inderdaad toch bij zit ja. lijkt misschien wel het beste van de, de twee werelden. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, mm -hmm. Het voordeel van een direct systeem is dan ook dat we bijvoorbeeld onze bezoeker ook direct ook een parkeerplaats kunnen aanbieden. Ah, ja. Die dan vooraf, vooraf ja, vooraf is ook Vooraf al geboekt is, gereserveerd staat ja. op die naam, zolang die. Zodra je binnen ja. uh, bij de portier, dat die ook al weet van oké, okay, ik moet hier ja. niet gaan rondrijden, maar... Nee, nee, kunnen, uh, appareer, zeer, nou. zeer handig als we alweer die file hebben moeten uh, ja. uh, doorstaan, dat we dan op zijn minst weten, er is een plekje en dan gaan hopelijk de mensen die naast mij staan netjes parkeren. Ja, ja, ja. <laughs> Misschien nog één ding dat ik wil toevoegen, mm -hmm. dat is ook de, de data en de, de analytics die je terugkrijgt ja? uit zo'n systeem, okay, is ook ja. wel echt uh, goud waard. Je, weet, je gaat ook zien welke werkplekken uh, nooit worden gebruikt. Ja. Of welke plekken waarvoor ze staan aan te schuiven, uh, bij wijze van spreken. Ja. Dus je weet eigenlijk door die tool ook wat dat je mensen opzoekt, wat dat ze maar niks vinden. Mm -hmm. uh, ja. En het kader van optimalisatie, inderdaad, van je beschikbare voilà. ruimte, is dat ja. zeer waardevol. Uh, en Zeker op informatie. termijn, nu, na een paar weken ga je nog niet veel conclusies kunnen trekken. Maar als zo'n systeem een jaar nu draait, dan heb je toch wel echt uh, ja, interessante inzichten uh, ja. gecreëerd, denk ik. Ja, want ja, het absoluut. bedrijf is momenteel een capaciteitsoefening aan het toegroeien. Ja, precies. Ja. Dus we ja, ja, dus ja. zijn dan naar twee derde of zelfs vijftig procent capaciteit mm -hmm. aan het toegroeien om, om dan de, de, of de vrijgekomen werkplekken te gaan inrichten met de ja. verschillende vergaders aan, of type vergaders aan, van kleine hulderooms tot middelgroot tot zelfs iets grotere vergaders aan. Ja, ja. ja. Oké, okay, ik vind het super super boeiend. Het is hier ondertussen pik donker aan het worden buiten op de boot. Ja. Ze hebben een, een, een vrij zwaar onweer voorspeld, dus misschien dat we dat ook nog gaan meemaken. Spannend, hè? Maar is het hier veilig, hoor? Het is als een beetje romantisch aan het worden. Oké. Okay. Um, bon, ik zie eigenlijk drie belangrijke stakeholders die nou nauw of nouer gaan moeten samenwerken en met elkaar. Dus facility, HR en uh, IT. Welke rol neemt uh, HR volgens jullie best op in dit verhaal? Wel, ik denk dat de, de, de rol van HR meer en meer belangrijker wordt omdat die uh, ja, korter op de bal moet spelen mm -hmm. naar uh, het, het wellbeing van, van, van de werknemers. Uh, omdat we nu eenmaal meer van thuis uit gaan werken en we minder en minder die, die collegialiteit of die interactie hebben op kantoor, het mm -hmm. koffiepraatje aan, in de cafetaria of aan de koffieautomaat. Dat zien we nu ook minder. Dus mm. HR moet er wel over waken dat, dat de mensen nog tevreden zijn binnen onze organisatie. Mm -hmm. En dat is wel een uitdaging. En dat is ook meten en weten, uiteraard. Ja. Ja, ja, ja. Dus HR die daar een belangrijkere rol in heeft, hoe zie je de samenwerking tussen de drie um, actoren. Want jullie hebben waarschijnlijk vooral contact met de mensen vanuit Haiti dan. Of beide. Ja. Dus in eerste ja. instantie zit het inderdaad technisch, ja. uh, omdat alles, al onze materialen zitten op het netwerk van de ja. klant. Dus wij moeten sowieso vrienden zijn met IT, ja. daar komen we niet in. Ja. Uh, dat is aan de intake-kant, aan de inventarisatie-kant. Mm -hmm. Maar we zien bij het uitrollen en, en het gebruik van, van de audiovisuele installatie in de verschillende vergaderzalen, dat HR in de picture komt, gewoon voor het gebruiksgemak. Ja. Uh, en dat we die, die HR-mensen meekrijgen om... Eigenlijk ja, de, de, de volledige capaciteit van ja. wat we in wat die we vergadering gaan hebben, maar ook op een gewijsvriendelijke manier te laten gebruiken ja, ja. door iedereen. Mm -hmm. We hadden um, een tijdje geleden een heel boeiend gesprek, vond ik, met uh, Sylvia Brouwers, die bij de bouwgroep Mantex ziet, Leuk: like people, technologie en facility combineert in één functie. Het verschil maken door in te zetten op mensen en technologie, zei ze, daar gelooft ze heel erg hard in. En met facility erbij heeft ze ook extra impact op die werkplek van de toekomst. Is dat de manier, denk je, hoe dat HR professionals of hoe dat bedrijven daar best mee kunnen omgaan, door die functies een stukje bij, bij één persoon of, of bij een dedicated team te leggen? Ik denk dat dat wel een goede zet is. Uh, sowieso hebben die drie uh, partijen, zal ik zeggen, uh, allemaal een andere agenda. Mm -hmm. uh, bij IT zal security bijvoorbeeld op nummer één ja. staan. Terecht, eigenlijk ook. Hè? Terecht ja. ook. Mm -hmm. HR ja, wil de mensen zo tevreden mogelijk hebben en mm -hmm. keuzes bieden en, ja. en, en, en vrijheid. En de facility manager moet zorgen ja, dat het allemaal beheerbaar blijft ja. en, en uh, dat er ondersteuning is. Um, dus ja, ik zou zeggen dat die drie partijen vooral ook heel goed intern huiswerk moeten verrichten voordat ze de markt opgaan of beginnen met dingen te testen en POX. Mm -hmm. Maar gewoon echt vanuit de organisatie kijken, wat leeft er, wat zijn de problemen, wat, wat zijn de prioriteiten per ja, entiteit, zal ik mm -hmm. zeggen. Ja, ja. Um, en dan ja, naar een, 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 een bedrijf zoals om gaan, die, die, die ja, begeleidt en, en, ja, ja. en adviseert. En uh, ja, daarna kan je dingen beginnen testen. Mm -hmm. uh, maar niet hals over kop dingen uitproberen in huis halen. Uh, ik denk dat je daar meer verwarring mee zaait dan, ja. uh, dan goed. Dus het belang van testen hoor ik jou zeggen. Van, ja. Pak het niet meteen helemaal aan, maar kijk wat dat werkt en rolt dan eigenlijk. Ja. Uh, het is ook wel zo, vroeger uh, een facility manager vandaag en, en een facility manager tien jaar geleden is ook wel lichtjes een ander profiel, denk ik. Mm -hmm. Die zijn nu ook wel meer thuis in IT, ja. omdat ze wel. Ja gedwongen werden op een bepaald moment uh, en dat is alleen maar een goede zaak hè. Mm -hmm. uh, ja oké, okay. ja, yeah. alright um, we hadden het daarnet ook al een stukje over um, ja, hoe ga je in zo'n heel sterk gedigitaliseerde omgeving toch die human touch gaan, gaan behouden, maar ook het belang van communicatie, zijn, zijn daar nog bepaalde zaken die jullie als ik weet niet, als, als tip kunnen meegeven aan bedrijven die, um, die daarmee bezig zijn of daarmee gaan starten? Ja, Ik denk dat, dat uh, narrowcasting of digital signage uh, mm -hmm. binnen de organisatie wel een belangrijke en cruciale rol gaat spelen. Yeah. Uh, dat betekent dat vanuit, uh, vanuit de dienstcommunicatie of vanuit marketing uh, de juiste content op het juiste tijdstip aan, uh, aan de juiste doelgroep uh, yeah. gestuurd wordt op een dynamische mm -hmm. manier, op een creatief dynamische manier. En mm -hmm. geen statische beelden, want dat wordt toch niet, uiteindelijk niet gekeken. Ja. Dat kan zowel binnen kantoor, uh, omgeven, mm -hmm. maar zeker ook naar thuisgebruikers. Dus er zijn nu ook tools, uh, software tools, waarbij we op een heel flexibele, heel makkelijke manier ook die thuisgebruiker mee kunnen betrekken in die communicatie. Oké. Okay. En dat is toch wel cruciaal uh, op dit ja. moment. Ja. En dat is dan ook gesegmenteerd en er zijn dan niet iedereen alle informatie dat krijgt. Kan. Ja. 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 Afhankelijk van wie dat je bent, welke ja. functie dat je hebt, uh, krijg je dan andere informatie. Ja. Dat kan bijvoorbeeld uh, een beetje zoals een screensaver werken. Als je dan uh, thuis werkt en uh, ja, je gaat even naar het toilet of zo, en je komt terug, dat er dan een screensaver draait met eigenlijk ja, iemand die jarig is, iemand die met pensioen gaat. Ah, oh, tof. Ja. Uh, Team-events die passeren. Uh, ja. Ja. En je ja. kan dan ook kiezen dat dat bijvoorbeeld in de middagpauze niet uh, geactiveerd wordt, om ook geen... Uh, Omdat mensen effectief pauze zouden nemen. Ja, hebben. dat vind ik al een... Uh, ja, ja, het reed wel. Ja. Ja. Ja, ja, want dat gebeurt... Uh, in sommige bedrijven, hè, tijdens de middag, gaan ze dan nog even een meeting erin halen. Ja, dat mag ja, niet meer. Ja. Ik denk dat, dat de meesten dat ondertussen wel al begrepen hebben. Maar dat vind ik inderdaad wel een goede manier. En ook het feit dat je dan een stukje kan segmenteren. Want wat je dan ook in organisaties hoort, is als je echt. Sommige bedrijven hebben echt heel uiteenlopende entiteiten. En als je ja. continu overspoeld wordt door ja. communicatie, dan ofwel word je gek, ofwel ja. leest je niks meer. Klopt, voilà. Ja. ja dus, dus, nou, dus daar is ook weer ja, de balans ja, vinden en ja. niet te poeserig overkomen. Want en ja, inderdaad, dat relevant. Ja, relevant klopt. informatie ja. Ja, naar de mensen brengen. Oké, okay. nu wat ik uh, uit deze podcast onthoud is dat het managen van uw werkplek, workplace management, dat dat belangrijker is dan ooit hè, vandaag voor bedrijven. Dus een van de kernboodschappen. Wat zijn jullie kernboodschappen als ik nu na deze podcast mensen zou vragen van wat heb je nu onthouden? Wat zou je hopen dat ze antwoorden? Wat zijn de kernboodschappen die jullie hier nu vandaag wilden meegeven? Maar we moeten ervoor zorgen dat. dat de werknemer met plezier naar kantoor komt. Mm -hmm. He, dus dat we, dat we eigenlijk komen erop neer, we moeten hem eigenlijk belonen omdat hij de moeite doet yeah. om naar kantoor te komen. Yeah. Dus we moeten hem ook de juiste tools geven yeah. en we moeten hem ook dat thuisgevoel geven, ook op kantoor. Yeah. Dus dat betekent dat wij ook op kantoor hem de, hem, 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 hem meer features en meer tools ter beschikking moeten stellen dan wat hij thuis al gebruikt. Ja, oké. Okay. Ja. Dus extraatjes. Dat is, ja, extraatjes. Ja, ja. Dus ah, oké, okay, dat is leuk. Ik kan ik mijn, mijn werk nog efficiënter of het, ja. het, het samenwerken met mijn collega's nog efficiënter gaan doen. Oké. Okay. Uh, en een, een laatste punt waar ik aan denk is dat we moeten ontzorgen met de technische uitdagingen. Mm -hmm. uh, dus het komt terug op dat plug-and-play-principe. Ja. Uh, nee, hij moet zich focussen op zijn werk en niet bezig zijn van oei, ik heb hier straks een meeting, mm -hmm. ik moet ook mensen van thuis uit join laten joinen in mijn vergadering. Mm Hoe -hmm. moet ik dat doen? Nee, nee. Yeah. Eén druk op de knop en het systeem yeah. doet het werk. Zodat hij volledig kan focussen op de inhoud van uh, de vergadering. Ja, alle frustraties weg, ja, frictieloos, geen stress. Voilà. Fantastisch, vind ik dat. Heb je daar nog iets aan toe te voegen als collega? Uh, nee, dat zijn voor mij ook de belangrijkste punten. Uh, dus ja, goed in eigen boezem kijken, in eigen organisatie kijken. Wat zijn, de, wat zijn mijn USP's? Waarom mm -hmm. zou iemand toch hier komen werken als ze eigenlijk thuis kan blijven? Mm -hmm. um, ja, en in de praktijk zien we dat onze klanten daar eigenlijk allemaal op een andere manier mee omgaan. Dus er is geen gouden recept, denk ik. Um, maar een grote, ja, een grote ruimte die polyvalent is... Dat lijkt toch wel, dat lijkt toch wel een, echt een, de rode draad te zijn. Ja. Um, om mensen samen te brengen waar dat je kunt afzonderen één op één. Waar dat je toch ook grote groepen kunt uh, toespreken in, als nodig is. Mm -hmm. um, ja, en dat er ook wat, wat ontspanningsmogelijkheden zijn uh, voor onder de middag en zo. Dat zijn nu toch wel dingen die echt boven water komen. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ik denk dat we daarmee een heel mooie afsluiter hebben voor uh, deze podcast. Ik ben benieuwd wat de revolutie van de werkplek en de vergaderruimte nog allemaal gaat brengen. Ik vind in ieder geval, als ik hoor wat er al allemaal is en wat er nog allemaal te komen staat, dus um, ja, ja, ik kijk ja. er in ieder geval rijkhalzend naar uit. Zullen we zullen nog eens moeten afspreken dan. Dan, dan mocht je nog een keer terechtkomen naar de kantoorboot, maar hopelijk wat beter <laughs> hier dan vandaag. Ik wil je hartelijk uh, bedanken voor uh, de informatie en inspiratie. Dank graag gedaan. Dankjewel, graag gedaan. Dankjewel. dankjewel ook. En jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch of interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er op ons YouTube-kanaal of op jouw favoriete podcast-kanaal 170 en waarschijnlijk al veel meer podcast-afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn. Het allerbelangrijkste weet jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende